Rens, de kerstperiode gaat eraan komen. Dat wordt geen prettige kerst op deze manier. Ik kan me ook voorstellen dat je af en toe terugdenkt aan het moment dat je getekend hebt voor NEC. Dat wij in de Bartolomeus stonden en je zei van ik ben hier terug om met NEC terug te gaan naar de Eredivisie. Ja, ik heb toen letterlijk gezegd dat ik zelf er middenin wil staan. Dat je weet dat het niet goed gaat en je probeert zelf de verantwoordelijkheid te pakken en een bijdrage te leveren aan de ommekeer. En we kunnen concluderen dat niet gelukt is. Nee. Jack, ik zou bijna zeggen, daar staan we weer. Het moet voor jou toch ook een beetje een pijnlijke kerst worden op deze manier? Of in ieder geval een kerst waar je niet heel veel van kan gaan genieten? Of werkt dat niet bij jou zo? Nou, ik denk het wel, want ik ben heel goed in staat om dat even los te laten. En ik denk dat ik thuis ook mensen heb die het verdienen om een goede kerst te hebben. Dus wat dat betreft maak ik me daar niet zo zorgen over. Toch heb ik het idee, als ik straks jouw coach ga interviewen en tegen hem zeg, ik heb het idee dat je alle spelers op een plek zet die logisch is. Ik heb het idee dat je goed materiaal hebt, maar ik zie het niet op het veld terug. Dat zal jij als aanvoerder ook hebben, maar wat kun je er dan nu nog aan doen? Ik denk dat je met z'n allen in een hele lastige situatie zit. Je ziet dat vertrouwen broos is. Je ziet dat acties niet lukken. En we worden eigenlijk daarin geslacht met een counter. Ja, daarin moet je forceren uiteindelijk om terug tot kansen te komen. En heb je eigenlijk gelijk naar rust heb je die 2-0 om je oren. En dan werd het niet beter op. Ik zei het net ook al tegen Rens. Ik heb zelf het idee dat je alle poppetjes die je hebt op een plek neerzet die logisch klinken, logisch zijn. Dat je spelers hebt waarvan jij waarschijnlijk van tevoren dacht, hier kan ik wat mee. En iedere week opnieuw, de laatste weken, word je daarin teleurgesteld. Heb je dan zelf het idee, wat moet ik nu nog doen om dit te kunnen veranderen? Ja, kijk, weet je, het is dat natuurlijk denk je dat elke keer weer. En elke keer ga je ervan uit dat de draad opgepakt wordt. Weet je, het is zo, Volendam win je 5-1, Den Bosch verlies je en speel je acceptabel en misschien wel beter dan Den Bosch. Ja, je krijgt een zepert thuis tegen MVV weer. Van de week is natuurlijk heel veel gebeurd. In en rondom de club. Vertrouwen is uitgesproken door de spelers en door leiding van de club. In de staf en in de groep eigenlijk. Hè. Ja, dan moet je eigenlijk reageren met een resultaat. En het resultaat was misschien wel een gelijkspel geweest hier in Enschede. Ja, door het wedstrijdverloop. Ik probeer altijd naar het voetbal te kijken. De eerste helft was er niet zo heel veel aan de hand. Ik vond wel dat we zonder overtuiging speelden. Voorin de bal niet vasthielden. En de duels niet wonnen. Nou ja, vanuit een verloren duel valt de 1-0 voor Twente. Okita die verliest daar een duel. En de bal die diep gaat, die is gevaarlijk en dat levert een goal op. We hebben in de rust gezegd, ga nou eens je duels winnen. Ga proberen te voetballen. En gaat Twente wat sneller onder druk zetten, omdat als je dat doet, dan spelen ze enkel en alleen de lange bal. En dan moet je je duel winnen en kan je weer via je tweede bal gaan voetballen. Door lullig balverlies van Mart, krijg je meteen de 2-0 om je oren. En dan zie je daarna alles wegglijden. Dan krijgen hun natuurlijk nog veel kansen. Dan zie je dat het vertrouwen er niet is, de overtuiging er niet is. Je ziet een stukje frustratie in reacties van spelers. Okita heeft een keer geluk gehad, denk ik. Guus Joppe tijdens het spel een keer aan de stok gehad met zijn directe tegenstander. Ik vind het heel lullig dat Paulo dan rood krijgt, weet je. Zo'n jonge jongen komt erin, die wil graag laten zien wat hij kan. En reageert ook te laat op een situatie en krijgt daardoor rood. Dan zakt het weer gewoon helemaal weg. En dan past het in het beeld van deze wedstrijd. En misschien ook wel van het seizoen waarin je wel redelijk goed begonnen bent. In Almere je eerste nederlaag leidt. En daarna wisselvallig bent geworden. Hoe zie je dat voor jezelf, voor jou persoonlijk? Want in de eerste helft zag ik je ook een foutje maken. En de tendens is ook dat men roept. Hè, Rens maakt meer foutjes dan normaal bij NEC in zijn eerste periode. Hoe is jouw eerste seizoen zelf voor jouzelf geweest? Ja, teleurstellend. Ik had verwacht dat ik meer invloed kon hebben op heel veel dingen. En daarin heb ik ondermaats gepresteerd. Maar als we jouw teamgenoot spreken, jij zit het meest in het krachthonk. Jij bent de man die zeg maar, het voortouw neemt in alles binnen het team. Wat zou je jezelf dan nog kunnen verwijten meer of anders kunnen doen om het voor jouzelf als aanvoerder, maar ook voor de rest van het team om te kunnen draaien? Ja, kijk, ik denk ook dat je dat terecht zegt. Ik probeer alles te doen om de jongens een goed voorbeeld te geven. En,
Ja, dan zie je dat we als team elkaar in de steek laten. En de manier waarop we spelen kan ik het zelf ook niet recht breien allemaal. En los daarvan zit inderdaad af en toe een foutje bij. En dat is natuurlijk niet bevorderend aan uiteindelijk teamprestaties. Ik vind het een perfecte analyse van de eerste seizoen zelf en van deze wedstrijd. Mijn vervolgvraag is dan, wat kan jij daar nu aan gaan veranderen na een periode van rust die misschien heel welkom is? En een periode in Spanje waar je echt heel intensief met elkaar kan gaan samenwerken. Ja, nou ja, goed, dus die periode die komt dan misschien wel heel goed uit. Hè. Eerst heb ik gezegd net tegen de spelers hoe moeilijk het ook is. En ja, eigenlijk hoe kwaad je van binnen bent, heeft dat geen zin om dat te schreeuwen door de kleedkamer. Maar probeer in ieder geval in je omgeving te genieten van je kerst. Ga wel voor jezelf na, wat heb ik goed gedaan en wat kan ik verbeteren en ja, wat heb ik niet goed gedaan. Dat doet iedereen, dat doet de staf, dat moeten de spelers doen. En dan zijn we 6 dagen bij elkaar in Spanje om frisheid te krijgen, om scherpte te krijgen. En in ieder geval de situatie te creëren dat je weer resultaten gaat halen. En dat is het allerbelangrijkste. Is het ook nodig om elkaar vertrouwen te kunnen geven, om een hecht collectief te worden? Of vind je dat team dat op dit moment ondanks de resultaten wel gewoon blijft en is? Ja, weet je, het team, de jongens, gaan goed met elkaar om. Daar ligt het allemaal niet aan. En dan kan je al heel snel zeggen van ja, misschien gaan we wel te goed met elkaar om. En moeten we elkaar eens de waarheid zeggen. Nou, dat hebben we ook al een aantal keren gedaan. En ja, als coach heb je ook daarin gevarieerd. Hè. De ene keer dan ga je dwars door de kleedkamer heen. De andere keer probeer je het op een rustige manier te doen. En ja, ga je door de week op een andere manier trainen. Ja, wat dat betreft. Is voor mij weer belangrijk en de staf om in ieder geval als we naar Spanje gaan, ja, daar een stukje frisheid te krijgen. En wat je net zegt, we zijn 6 dagen bij elkaar daar. Dat zullen 6 intensieve dagen worden qua training, qua gesprekken, nou, noem maar op. Uiteindelijk om voetbal inhoudelijk eigenlijk alles te behandelen waar je de eerste seizoen zelf dingen hebt laten liggen. En ja. Ik denk dat er heel veel in vertrouwen zit en overtuiging van jezelf. En dat moeten we erin krijgen. Dan ga je straks met elkaar naar Spanje. Ook dat hebben we vaker meegemaakt, jij ook. Dat is normaal gesproken een moment waarin je niet alleen tot bezinning komt, maar met elkaar ook dichter tot elkaar kan komen. Dat is nu heel erg nodig, maar misschien wel zelfs te weinig in zo'n weekje. Ik bedoel dat we eigenlijk een maand hadden moeten hebben. Ja, ja, nou ja. Kijk, uiteindelijk is het heel simpel. Je zal jezelf moeten revanceren. En ik denk dat iedereen het belletje gaat dat er wat meer te halen valt dan we op het moment hebben gedaan. En ik denk ook dat we die verantwoordelijkheid hebben onszelf neer moeten leggen. Dat we niet de kwaliteit op het veld laten zien die we uiteindelijk wel hebben. Die je uiteindelijk ook veel te weinig hebt gezien. Maar als ik je mag onderbreken, ik heb het idee dat dat afgelopen weken al vaker gezegd is. En dat dan daar ook weer op voortgeborduurd moest worden. Maar dat daarin nog geen verbetering te zien is. Hoe kan het dan in de tweede seizoenshelft, is mijn vraag, wel gaan veranderen? Nou, je ziet nu eigenlijk dat er heel veel over ons heen komt. Veel gebeurt, veel dingen gezegd, veel dingen gedaan. Uiteindelijk is het zo dat we dan 10 dagen gewoon rust hebben, met elkaar zijn. Ja, en daarin zullen we inderdaad gewoon kritisch naar elkaar moeten zijn van hoe gaan we uiteindelijk ervoor zorgen dat we tweede seizoenshelft ombuigen wat we de eerste seizoenshelft achterwege hebben gelaten. Tot slot, ik kan me herinneren, een jaar of 10 geleden lagen er 11 vuilniszakken voor het Goffertstadion. Dat was deze week, je lacht al, een doodskist. Ik kan me ook herinneren wat er een half jaar later gebeurde na die 11 vuilniszakken. Dat weet jij natuurlijk ook. Ja. Ja, ik denk dat ik Mario Been maar even in ieder geval een belletje ga geven in de vakantie. En nou ja, goed, ik was toen als scout betrokken bij de club en ik heb dat van dichtbij meegemaakt. En ja, dat was een ommekeer die natuurlijk ongekend was. Hè, direct door naar Europees voetbal. Ja, en dat soort situaties hou ik me nog wel vast. En daar gaan we gewoon keihard voor werken, weet je. Het zit niet in mij om de strijdbijl neer te gooien. Daar pas ik voor. Dus hartstikke moeilijk, maar ja, we gaan er toch tegenaan. Een paintballveldje huren in Spanje en een fijne kerst. Dat wens ik je. Ja. Dat wens ik jullie ook. Tot slot, jij als aanvoerder en met jou, dat ziet de camera nu niet, de coach. Zie je het nog wel goed komen? Is het niet iets dat je denkt, dit is een zinkend schip waar ik op zit en waar ik eigenlijk niet meer vanaf kom? Ja, ik kan moeilijk zeggen dat ik nu verwacht dat we uiteindelijk kampioen gaan worden. Alleen wat ik vaker heb gezegd en wat ook vervelend is om te blijven zeggen na elke verliespartij.
We hebben een aantal keer laten zien dat we behoorlijk wat kwaliteit in de groep hebben. Alleen we zullen er meer aan moeten doen om uiteindelijk dat op het veld te krijgen. En daarin hebben we gewoon in Spanje een periode om, om ook dat met elkaar te bespreken. Iedereen heeft nu een dag of 10 ja, om zelf in de spiegel te kijken. En uiteindelijk zullen we als team ook in de spiegel moeten kijken. En toch, proberen te zorgen dat dat niet, ons niet wederom gebeurt. Heel veel succes daarbij en toch een fijne kerst gewenst. Ja, hetzelfde, hè? Kerst gaat gewoon door.